Good morning, all participants of this TVVL webinar towards zero energy hospital buildings. I welcome you. I will first start to give some general information. If you have questions during the presentations, please use the chat box. Als u vragen heeft gedurende de presentatie, gebruik de chatbox. Kleine correctie. We moeten de Q&A gebruiken. Wat zei je? Kleine correctie. We moeten de Q&A gebruiken voor vragen. Q&A. Ja, maar bij mij heet dat de chatbox. Oh, Q&A box. Oh, de Q&A box. Oh, niet de chatbox. Oké. En dus de correctie, de Q&A box. Dan kunnen wij gedurende de presentaties kijken welke sprekers de vragen kunnen beantwoorden. En in de Q&A-sessie op het eind van de presentaties de vragen behandelen. Als er andere opmerkingen zijn, dan kan dat natuurlijk altijd in de chatbox. Mijn achtergrond is coördinatie en ontwikkeling van energieprestatiestandards in Europe en globally. En als directeur van het EPB Center ondersteun ik die energiestandards in Europe en vragen die in diverse landen leven over deze materie. Ik ben actief in RIVA, dat is de federatie van, zeg maar even, TVVL in Europa. En daar zorg ik voor het RIVA Journal, de External Relations, en ben een speciaal gezant van de RIVA Board. Daarnaast ben ik ook voor veel jaren lid van ASHRAE en tegenwoordig ben ik ook lid van het ASHRAE bestuur als director at large. En tegen deze achtergrond welkom ik ook de support voor de samenwerking tussen RIVA en ASHRAE om dit guidebook te publiceren. In vorig jaar hebben we om het guidebook te presenteren al het een en ander verteld over de inhoud en van gedachten gewisseld over wat belangrijk is en wat achtergronden gegeven in ons seminar dat in Rotterdam werd gehouden en groot succes was. Now I want to ask the first speaker, Wim Maassen, om met zijn presentatie te beginnen. Zoals je ziet op deze slide, de tweede spreker, Frank Mills, is from CIPSE en ASHRAE background. He will present as the second speaker. And Travis English will also participate as a member of the panel. Wim, het is aan jou om je eerste presentatie te geven. Ja, dankjewel Jaap voor de introductie. Mijn presentatie bestaat eigenlijk drie delen. En het is eigenlijk een globaal overzicht wat ik wil geven. Het gaat, mijn eerste onderdeel gaat over de routekaart waar we natuurlijk druk mee bezig zijn in Nederland voor ziekenhuizen. En het tweede onderdeel gaat over de eisen voor nieuwbouw, de BANG-eisen. Hoe staan we daarvoor? Want per 1 januari 2021 moeten we daarmee aan de slag. Moeten de gebouwen daaraan voldoen? En als laatste deel waar ik het over wil hebben is de guidebook. En dan wil ik jullie als het ware een overzicht geven van wat kunnen jullie daar nou van verwachten. En ook een update geven van wanneer komt die er nou aan. Het eerste gaat over de routekaart.
In Nederland zijn we natuurlijk bezig met de routekaart, want de klimaatdoelen die gesteld zijn is een reductie van 49% CO2-uitstoot in 2030 en 95% in 2050. Het gaat hier om directe CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving en ook waar dus gebouwen aan moeten voldoen. Een manier, daar moeten we nu mee aan de slag met routekaarten. Er zijn sectorroutekaarten, die moeten opgesteld worden voor de cure en care. Er zijn al eerste sectorroutekaarten opgesteld. En tegelijkertijd worden ook allerlei organisaties zeg maar, aangemoedigd om eigen routekaarten op te stellen. De zogenaamde portefeuille routekaart. Vanuit Royal Haskoning DRV en ikzelf ook zijn we al actief bezig met meerdere van die routekaarten. En ik wil dan ook met jullie daar wat meer informatie over delen. Zoals ik al zei, waarom maken we die routekaart? Dat gaat om die directe CO2-uitstoot reductie te bereiken. En wat is het doel van zo'n routekaart? Het is eigenlijk om te zien van, ja, is het technisch mogelijk om deze doelstellingen te halen? Daarmee hebben we eigenlijk een hele grote sprong voorwaarts gemaakt ten opzichte van vroeger, waarbij steeds was van, ja, kunnen we het wel terugverdienen? Nee, dit is de doelstelling. Kunnen we het halen? Hoe gaan we dat doen? En als we daar serieus naar kijken, naar de toekomst, moeten we ook rekening houden met onze nieuwbouw- en renovatieplannen. En ook hoe we de energieinfrastructuur kunnen aanpassen in die termijn. En welke budgetten hebben we daarvoor nodig? Dat is het doel van die routekaart. Uiteindelijk zullen die maatregelen verder uitgewerkt moeten worden en ook in lange termijn huisvestingsplannen en meerjaren onderhoudsplan terechtkomen. Als je dan technisch kijkt, zeg maar een aanpak die we dan volgen, dat is de vijfstappenmethode. En die vijfstappenmethode, die is eigenlijk afgeleid van de Trias Energetica. Maar daar zijn twee stappen aan toegevoegd, dat is de eerste en de derde. En die eerste is toegevoegd om vooral en heel expliciet het gebruik centraal te stellen, omdat ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt. Zeker als je kijkt de doelstelling in 2030, die toch op hele korte termijn al behaald moet worden, moet je toch echt afvragen van, is mijn ontwerp en zijn mijn installaties nu zo ingesteld dat ik echt alleen de energie leveren waar ook daadwerkelijk vraag naar is op dat moment op die plek. Stap 3 is ook toegevoegd om expliciet te kijken van ja, zijn er niet mogelijkheden in de omgeving? Zijn er om energie uit te wisselen en energie op te slaan? Om dat vooral te combineren. Ik loop even voor een routekaart door deze stappenmethode toe en ook een beetje hoe het gegaan is. Want de eerste stap is natuurlijk, ja, we hebben een hele hoop energie. Kunnen we dat met duurzame energiebronnen in voorzien? De oplossing die dan voor de hand ligt in Nederland is ook, ja, warmtepompen en warmte-koudeopslag toepassen en PV-panelen. Maar daarmee red je het niet. Of althans, ja, dan moet je ook toch weer gaan kijken naar die eerste stap, om daar vooral te gaan kijken van wat zijn nou mogelijkheden. En als je dan gaat kijken, ik stel die gebruiker centraal, wat moet je dan aan denken? Denk aan ventilatie, ventilatie op maat, bevochtiging. Is bevochtiging wel nodig in de mate die we nu doen? Hoe staan de setpoints van de temperaturen ingesteld? En kunnen we daar nog een bepaalde bandbreedte in toepassen? De interne warmtelasten. Te vaak staat te veel apparatuur aan, zonder dat we ook weten van welke apparatuur dat is. Dus dat kunnen we beter gaan managen. En ook heel goed om te kijken naar, kunnen we niet beter zoneren in gebouwen? Natuurlijk is ventilatielucht heel belangrijk, maar ook een post die heel veel energie gebruikt. Dus kunnen we de ventilatielucht niet beter op gebruik regelen? En we weten ook dat verlichtingsenergie een grote post is. Kijk naar de toepassing van LED. In het algemeen geldt natuurlijk slim regelen van je gebruik. Dat zijn de maatregelen waar we dan naar zoeken bij die eerste twee stappen. Gaan we dan naar stap 2. Dat zijn meer de traditionele van hoe kunnen we zeg maar het gebouw en ook wel installatieonderdelen. Voorbeeld is hier de thermische schil verbeteren om de energiebehoefte te reduceren. Kijken we naar uitwisseling, ja, dan kun je, wat ik net al zei, kun je kijken naar uitwisseling naar verschillende gebouwen en gebruikers.
Heel belangrijk hierbij is ook om te kijken hoe kun je een bepaalde mate van flexibiliteit toepassen. En het laatste is natuurlijk, hoe kun je duurzame energie op een goede manier inzetten die je van buitenaf inkoopt. Een aantal voorbeelden nog van andere ziekenhuizen, wat daar kansen waren voor die routekaart. We hebben een ziekenhuis met een WKK en absorptiekoelmachine die aan vervanging toe was en het ziekenhuis had ook grote renovatieplannen. Ja, dat maakt natuurlijk een hoop mogelijk om de schillen aan te pakken. Dat maakt natuurlijk ook mogelijk om die WKK in ketels uit te faseren, zodat je daar geen gas meer voor hoeft te gebruiken. En de optie hier was WKO, een warmtepomp en geothermie, wordt daarbij bekeken. Daarnaast nog wat zaken die ik eerder genoemd heb. Dit om even een overzicht te geven. En ik ga door naar het volgende voorbeeld. En het volgende voorbeeld was een ziekenhuis waar recent een warmtepomp in bedrijf is gesteld en al een enorme gasbesparing mee is gerealiseerd. En je ziet hier ook de kansen die hier gepakt worden is de LBK's aanpassen, de ventilatoren aanpassen. Dit om jullie een klein beeld te geven over de mogelijkheden. Geconcludeerd kan worden ten aanzien van de routekaart. Het gaat om de CO2-uitstootreductie, de directe CO2-uitstootreductie. Dat betekent, ziekenhuizen moeten ook kijken naar hoe worden ze gasloos. De doelstelling 2030, dat is al heel snel, komt al heel snel dichterbij. Die zul je met name moeten gaan invullen met maatregelen op gebouwniveau. Doelstelling 2050 is iets verder weg. Dan kun je meer kijken naar oplossingen op campus, gebiedniveau. Wat je tegelijkertijd rekening mee moet houden, wat ook een discussiepunt was, van ja, maar wij kunnen dat niet bij ons ziekenhuis oplossen. Wij gaan gezamenlijk CO2-vrije energie inkopen, een windmolenpark op zee realiseren. Want dat is iets wat buiten de scope van deze opgave valt en wat in feite al meegenomen wordt in de CO2-reductie van die van elektriciteit in het net, als je naar de tijd kijkt. Het gaat dus echt om wat kun jij op gebouwniveau bereiken. Dat was mijn eerste deel over de routekaart. En ik loop meteen door naar de volgende. Dan doen we aan het einde. Is dan de mogelijkheid om vragen te stellen. Ga ik het over de BANG-eisen hebben. En als we kijken naar de BANG-eisen. Dan zullen die per 1 januari 2021 van kracht worden. En dan volgens de nieuwe rekenmethode. Nou, daar is al in het verleden, zijn we daar al flink mee aan de slag geweest. Zo waren in 2015 al de voorlopige BANG-eisen van kracht, volgens de rekenmethode NEN 7120. Daar heb ik toen voor RVO, mede in opdracht van de overleggroep Energie, een studie voor uitgevoerd, voor hoger onderwijs en ziekenhuis, naar de haalbaarheid daarvan. Die studie heb ik in 2019 nog een keer geüpdate. Voor de eisen die toen gepubliceerd waren in 2018 en de rekenmethode van de NTA 8800. Dat was toen nog een Excel-sheet in ontwikkeling. En inmiddels zitten we dus in 2020 en de methode ligt vast en de rekensoftware is beschikbaar. Ik ben op dit moment dus bezig ook om die studie weer te updaten. En daar ga ik jullie dus ook in de nabije toekomst de resultaten van laten zien. Even terugkijkend, wat is er gebeurd vanaf 2015? Kijk, nu zitten we nog vast aan de EPC-eisen. In 2015, kunnen jullie hieronder zien, kwamen de BANG-eisen. Het streven was om zo min mogelijk onderscheid te maken in gebouwfuncties. En daarmee zijn we aan de slag gegaan met de rekenmethode NEN 7120. De case-studie die daarvoor gebruikt was, was het ziekenhuis Bernhoven. Dat was op dat moment veel informatie over beschikbaar en het had veel van de functies die je in een ziekenhuis kunt aantreffen. En daarmee leek dat een goede start om een haalbaarheidsstudie mee uit te voeren. We hebben een aantal varianten daarvoor gekeken. Kijk, het Bernhoven ziekenhuis, daar kon geen WKO met toegepast worden vanwege de ondergrond. Dus daar is een oplossing gevonden met een WKK absorptiekoeling. Maar we hebben wel varianten bekeken, ook stel dat je dan wel die WKO toepast, stel dat je dan wel zonnecellen toepast. En vervolgens hebben we dat verder uitgebreid met een pakket, zoals jullie dat hier op het scherm zien. Ik loop er snel doorheen, want het is meer om jullie een indruk te geven van hoe we dat aangepakt hebben. Uit deze studie kwam dat BANG 1, BANG 2, BANG 1 is natuurlijk de energiebehoefte, BANG 2 het primair energiegebruik,
die waren goed haalbaar als je WKO in plaats van die warmtekoude, warmtekrachtkoppeling kon toepassen. Bank 3, het aandeel duurzame energie, dat was niet mogelijk om te halen. Toen zijn we een update gaan doen. Toen kwamen de eisen werden aangepast. En wat jullie hier zien is dat er ook meer onderscheid gemaakt werd tussen zorg zonder bed en zorg met bed. En ook de definitie van de energiebehoefte is veranderd. En hier zijn we vervolgens berekening van gaan maken om die met elkaar te vergelijken. Hier kunnen jullie voor die verschillende varianten de resultaten zien. En wat je hier ziet is dat die Beng-eis dus veranderd is, anders gedefinieerd. En je ziet dat in feite het goed haalbaar is om die Beng 1, die aan die Beng 1 te voldoen. Het is zelfs nog makkelijker om nu te voldoen. Gaan we kijken naar Beng 2, dan blijkt het lastiger te zijn. Je ziet hier de nieuwe eis en de oude eis als stippenlijn. Maar je ziet dat er een overschrijding is van deze. Komen we uiteindelijk bij de Beng 3 eis. En hier moeten we dus eigenlijk zo groot mogelijk aandeel hebben. Dan zie je dat het lastig weer is om daaraan te voldoen. Ook met deze nieuwe methode voor de varianten die wij gekozen hebben. Dus samengevat. Beng 1 wel en makkelijker haalbaar. En, Beng 2 niet, maar was moeilijker haalbaar. Beng 3 is niet haalbaar, maar wel ietsje makkelijker haalbaar. Verder viel op dat de methode was aangepast en dat zonnecellen, zeg maar, PV minder gewaardeerd werden. De aandeel van verwarming en warm tapwater werd lager gewaardeerd. De biomassa minder effect op Beng 2 en Beng 3. Wat een goede ontwikkeling was, is dat de koude van de warmte-koude opslag nu ook meegenomen werd en dat een positief effect had op Beng 3. Beng 2 onveranderd. Dat was de situatie. Van de laatste update. En de conclusie was ook eigenlijk van voor Beng 2018 is het niet minder streng geworden. Dus het is nog steeds een uitdaging om aan Beng 2 te voldoen. Waar we nu mee bezig zijn, dat is dus volgens de nieuwe rekenmethodiek en de wederom aangepaste eisen, zoals die nu al vanuit de eind december bekend zijn, een studie te doen. En over de resultaten daarvan zal ik jullie in de nabije toekomst berichten. Ik heb je wel geel geasseerd al aangegeven waar de verschillen zitten. En dus meer informatie daarover volgt. Dat was het onderdeel de stand van zaken Beng. En dan wil ik jullie nu graag wat meer informeren over de guidebook, waar ik dus samen met Frank en Travis onder andere aan gewerkt heb, met nog meerdere auteurs. En ik wil jullie eigenlijk gewoon een sneak preview geven van wat kunnen jullie nou verwachten. We zijn met de guidebook begonnen, gezamenlijk, om zeg maar in een heel handzaam formaat, 50 pagina's, veel praktijkvoorbeelden te geven en eigenlijk gewoon te laten zien van wat mogelijk is in een ziekenhuis. Juist de boel een goed setje, een setje in de goede richting te geven. Het is heel georganiseerd aangepakt. Dat wil zeggen, we hebben zowel vanuit Riva als vanuit de ASHRAE zijn er reviewers die dus het document grondig doorlezen. En er zijn ook taakgroepen. Van zowel Riva als ASHRAE die hier aan gewerkt hebben. De lijst van auteurs heb ik hier opgenomen voor jullie informatie. En nu even gewoon snel door de, wat kun je nou verwachten? Nou, we gaan eigenlijk in de preface gaan we erop in. Waarom moeten ziekenhuizen ook energie besparen en waarom nu? We geven in feite in de introductie al een goed beeld van wat is het energiegebruik van ziekenhuizen nu, ook op de verschillende plekken. Denk aan US, denk aan UK, maar denk ook aan Nederland, Duitsland. Wat zijn de verschillen daar? En wat je eigenlijk ziet is, er zijn verschillen in het energiegebruik, maar we staan allemaal voor dezelfde uitdaging en we zoeken eigenlijk allemaal naar energiebesparingsopties voor dezelfde posten. Dus dat verbindt erin. Daar hebben we een benadering voor opgeschreven. En we gaan ook door een aantal ontwerpoplossingen. En we komen weer terug op dat commissioning van uitermate belang is. Omdat je kunt het wel ontwerpen, maar je moet er ook voor zorgen dat het
daadwerkelijk zo gerealiseerd wordt en dat het ook zo blijft werken. Daarbij, als je nu denkt aan hoe ga ik nou energie besparen in ziekenhuizen, houd er dan ook rekening mee hoe een ziekenhuisorganisatie verandert. Conclusies en recommendations. We hebben een grote lijst met referenties, want het is maar een heel dun boekje. Maar we baseren onze kennis en we willen jullie ook verder leiden naar al die interessante publicaties die je daar meer handvaten aan geven. Verder hebben we nog een stuk of 10 case studies. Heel snel kan ik nu doorlopen met wat plaatjes, waarbij jullie ook zien van, ja kijk, dit kun je dan tegenkomen. Je ziet hier het energiegebruik, warmte en koude, warmte en elektriciteit van ziekenhuizen. Je ziet dat er in Amerika de ziekenhuizen heel veel energie per vierkante meter gebruiken. Tenminste, als je dat vergelijkt met hoe wij dan te werk zijn. Mooi om Travis daar straks nog even iets over te vragen. Ook een onderverdeling van de energieposten is gemaakt en ook weer een vergelijk bijvoorbeeld met de US en met Nederland. Nou, de doelstellingen die wij hier gesteld hebben, zoals ik voor de routekaart heb aangegeven en het beleid wat wij daarvoor toepassen. En ook een methode van ja, hoe kun je nou eigenlijk op een goede manier zeg maar jezelf steeds verbeteren en in feite je routekaart in de praktijk brengen, de approach. Onderdeel van die approach is ook die vijf-stappen-methode die ik eerder toegelicht heb. En ja, je moet natuurlijk steeds op zoek, hè, volgens de Pareto-analyse, wat zijn nou de 20% maatregelen die 80% effect scoren. Ook daar is een methodische aanpak voor beschreven met voorbeelden. Belangrijk aspect is ook kijk naar de hoeveelheid ventilatielucht. En daarbij is het goed om je te realiseren van ja, hoe is dat nou tot stand gekomen? Wat is daar nou echt de basis van? Is het wel nodig om zoveel te ventileren als we nu doen? Ons standpunt is ook altijd daar de normen en standaarden uit, ook ten aanzien van ventilatie. Dat is nog verder weergegeven hier in deze grafieken, waarbij je in feite ziet ja, hoeveel winst behaal je nou nog met meer ventileren als je kijkt naar CO2-concentratie. Ook, we gaan ook in op ja, de relatieve vochtigheid. Hoe belangrijk is dat? Waarom bevochtig je in een ziekenhuis? Dit is inmiddels al oud plaatje, maar wel bekend plaatje. En we gaan in over het belang daarvan en de noodzaak tot het aanscherpen of niet van bevochtiging. Een uitdaging binnen ziekenhuizen is natuurlijk het aanpassen van het stoomnet. Stoom wordt voor heel veel processen gebruikt, maar stoom wordt vaak ook geproduceerd met fossiele brandstof, met gas. Dus wat zijn daar de alternatieven voor? Als je vervolgens wat meer detail gaat kijken, zul je ook moeten kijken van ja, hoe kan ik nou effectief in feite ventileren? Want misschien kan ik door ander ontwerp, andere inblazen, kan ik hetzelfde bereiken met minder lucht en dan bespaar ik ook weer energie. Dan sla ik twee vliegen in één klap. Een aspect wat we ook bekijken is van ja, we zijn overal mechanisch aan het ventileren, maar er zijn ook verschillende plekken waar natuurlijke ventilatie best een goede oplossing is. Last but not least, eigenlijk een heel actueel thema nu, dat is ja, de flexibiliteit die je in feite in moet gaan brengen in je gebouw en naar je omgeving toe. Ook daar, dat lichten wij toe in ons boek. En dat is een overzicht, dit is een heel samenvatting in een tabel van allerlei maatregelen, die worden natuurlijk in het boekje iets verder toegelicht. Dus, wat zijn eigenlijk de recommendations? Als je deze guide gelezen hebt, wat haal je daar nou uit? Daar haal je gewoon uit van, ja, er is eigenlijk al heel veel mogelijk. En je moet gewoon beginnen met het laaghangende fruit te pakken. En als je dan begint, begin dan ook gewoon met het primaire proces, de gebruiker centraal te stellen. En denk ook meteen na van, ja, hoe kan ik die interne warmtelasten beter beheersen en naar beneden brengen? En als je bezig bent, daag dan steeds de standaarden uit, de regels. Denk aan bevochtiging, denk aan hoeveelheid ventilatielucht. Natuurlijk zul je aan eisen moeten voldoen, maar daag ze ook uit. En kijk ook naar de instellingen van je installatie. Dus de uitdaging is,
Zorg ervoor dat je oplossingen vindt waarmee je eigenlijk het proces verbetert en tegelijkertijd energie-efficiëntie bereikt. Dank voor jullie aandacht. Thank you for your excellent presentation, Wim. Well, I didn't see much questions in the Q&A on your presentation, so it is the explanation is that your story was crystal clear. So thank you for that, but still I want to address to all the participants that the Q&A is there for you to ask questions during the session, of course. So I want to introduce Frank Mills. He will present his thoughts towards energy neutral hospitals and an update on the progress from the UK and also say a few words on the impact of COVID-19 and the measures you could take in existing situations or could perhaps think about the future issues we have to address on this issue. Frank is very active in CIPSE as one of the organizations that are also member of RIVA, but Frank is also very active at ASHRAE level, and he's the perfect person to introduce this presentation. Thank you, Frank, and the floor is yours. Thank you, Jan, for that introduction. Yes, my name's Frank Mills. I'm actually chairman of the CIBSE Healthcare Group, which CIBSE operates really to look at health hospitals and healthcare in the UK and across the world, wherever our members are. And we work very closely with ASHRAE, of course, as the CIBSE ASHRAE Group. And I'm, in fact, also a member of ASHRAE, and I'm a member of the ASHRAE Healthcare Committee, TC9.6. So this has been a really interesting piece of work to work on this design guide, which is about to be published. And it's something I'm certainly promoting in the UK. But what I want to do today is just to run through very quickly where we are in the UK in terms of our ambition to get to net zero hospitals, and just talk about the impact that COVID-19 has had on that. I think the first thing to say is the CO2 reduction target was 80% by 2050, in line with the European requirements, but the UK changed that to 100%. And they are saying, the UK is claiming that it's the only country to have actually passed a law to make itself become net zero carbon by that date. And the date was set as 2050. And in fact, that was the Climate Change Act in 2008. And it said that it is the duty of the Secretary of State to ensure that the net UK carbon account for the year 2050 is at least 100% lower than the 1990 baseline. So we're basing it on whatever the figure was in 1990. That, of course, is across the whole country. It's not just hospitals. It's all buildings, transport, food sector, flying, aviation, transport, everything. The 1990 baseline means the aggregate amount of A, UK net emissions of carbon dioxide, and also UK emissions of any other targeted greenhouse gases for the year that is the base year for that particular gas. So quite an ambitious target, and as I say, they impose a legal requirement on the country to do that. So why hospitals? Why are we including that, and why is it important to hospitals? I think the first thing we would say, of course, it is, as far as a hospital is concerned, we want to do no harm. We want to be an organisation in healthcare that makes sure people are healthy and well, and we certainly don't want to be harming them. But clearly, the climate change is harming people. Hospitals and healthcare, as an industry, tend to be among the most energy-intensive buildings in use. There's certainly a synergy between measures to reduce energy and emissions and measures needed to achieve building resilience. If we use less energy, we tend to have less dependence on it. Healthcare buildings on the higher end of the energy use intensity scale, and given the moral imperative under which healers operate, they will find themselves compelled to act proactively,
And in fact, we do find that doctors, nurses and people like that do want to be efficient in the way they use energy. They don't want to pollute the planet any more than anyone else. And say healthcare professionals tend to be among the most trusted of professionals. We trust our doctors, don't we? And as such, they have an obligation to lead the world into a healthier future by example. And in terms of the UK hospital service, it's really our National Health Service, the NHS, which is very big. I think it is in fact the biggest employer in the world. It spends something like a third of our GDP on healthcare generally. It's full of good intentions. It has a climate change agenda. It sets sustainability targets. It's got heat and energy saving strategies. It's got financial targets as well. We have to use our money properly. But against the background of all those things, we do have increase in healthcare demands. We have growing an elderly population. And at the same time, we have new and better cures. So people are living longer and they require more medical attention in order to achieve that. So there's some pressures there to give more and better service. There's new legislation coming through. There's new cures and, of course, new expectations. And against that, we have government and patient body performance targets set, which we have to meet. We have also the other threat that we have new and emerging diseases, things we've never heard of suddenly come along, such as the coronavirus and others, and they are costing us money, putting more demands on health service and using more energy. But the underlying requirement in the NHS is to improve the patient experience, not just make people well, but make them feel that the whole process is good and that they have got better as a result. Now, when we look at UK hospitals of the future, the ASHRAE Riva guidebook really addressed a number of questions to us, which we need to think about and apply. What is the current state of hospital design in general, and net zero energy in particular in the UK? Are we making any inroads? Are we doing better? Are we just doing what we always did? What approach and methods can be used to realise net zero hospital buildings? And Wim showed us that there's quite a lot in the design guidebook on what we can be looking at. What standards and practices are in place and what need to be re-examined? And are there any major opportunities which can be leveraged? For example, if a hospital is in a community, can it use its waste heat from combined heat and power or other generation plant to actually provide heating into residential housing? That would, of course, be low carbon heating. So there would be a carbon offset, which would benefit the hospital, but it would also provide low cost heat to people, affordable energy, we might call it. As an example of what could be done, what are the key research and development topics for the coming decade? Where do we need to focus our attention? And have we got some examples already of good hospital designs that we've done, or maybe other people, as in Holland, have done that we can learn from? And I just thought I'd mention here that Boris Johnson, who's our new Prime Minister that came in, he's told us that he wants to build 40 brand new hospitals in the next 10 years. And of course, they should all be net zero. Now, COVID-19 has come along and it's really knocked the NHS for six in many ways. There was a massive panic back in March to make sure that hospitals weren't overwhelmed, some really big numbers being spoken about how many people might be sick and how many might die. And in fact, a lot of people have died, nearly 50,000, a lot of people around 200,000 to 300,000 have become sick, and they're still becoming sick. Current rate here is 6,000 a day. So what we have been told with COVID, and this has been published by NHS, Public Health England, and also by CIBSE in some guidance that we've issued, is that we need more fresh air. We need to dilute the air in a building to make sure that if any COVID is present, it has less impact. We reduce the viral load. We have to stop recirculation of air. So we're looking at full fresh air, where we might have recirculated in offices and places like that. We already have full fresh air in hospitals. We're also being told to run the ventilation systems longer. So when people leave a department, instead of switching the systems off, we might leave them running for another 2 or 3 hours, or maybe all night long, in order to
flush that department of any COVID aerosols that are present. And there's also a big demand on us to reduce occupancy, increase social distancing, if you like, so there's more space for people. But that, of course, puts a much bigger load on a building. We need more space to do the same thing. So COVID-19 has really had a negative impact in terms of energy saving. It's really asking us to use more energy at a time when we want to use less. Now, coming back to what the NHS is doing about net zero hospitals, in preparation for this, I really did some work, and I found out we have set an expert panel up back in January 20. That was prior to COVID-19, of course. And their job is to chart a practical route map for the NHS to achieve net zero. And they set a target, as you might expect, become the first major health service in the world to achieve net zero. They have a chairman. It's Dr. Nick Watts of Lancet Countdown, which is an independent international expert group. And they're looking at how and when net zero will be possible. They had a call for evidence, but that closed back in March, just before COVID hit us, really. 23rd of March was our big date for lockdown. So they finished doing what they were doing before that. And they're on with the report at the moment, which I haven't seen, but it's promised by the end of the year. Actually, nothing's available yet. I tried to get an update and there was nothing published at all. There's a website there you can look at to see when it's available. I also spoke to a number of our leading consultants. Hawley and Partners have been involved with this hospital. They're a good consultancy who do good work. And this is the Alder Hey Children's Hospital in Liverpool. It's built in a park. It's a very green building. It's the trust vision for the project, emphasise innovation, child-centred identity and clinical best practice. And they've used all sorts of good technologies, including BIM throughout the project to improve efficiency of design, operation, energy use. And it really tried to set a new standard, but it wasn't a net zero standard. Sustainability was a big target, and they had integrated air source, ground source, heat pumps, together with about 60% on-site generation by combining heat and power into their traditional hospital infrastructure. So there's new buildings alongside existing. They reduced a resilient infrastructure to support the existing hospital, including boiler plant, gas-fired and oil, water storage and electrical generation. And that, of course, could be typical of many hospitals where we have to use some existing facilities. We can't always build new, although, as I said before, Boris has promised to pay for 40 new ones. But our big problem is our existing estate. Design developed in BIM, as I mentioned, with digital engineering team, which has been working right through to the finalised installation design. So that will be handed over as an operational tool to the hospital. About the services, I'm talking about the mechanical and electrical engineering services, were manufactured off-site in modules and brought in and bolted together. So that's a more efficient method of manufacturing and construction. And its usage in terms of energy is 42 gigajoules per 100 cubic metres, which is quite low for the UK. That our average is up around 60 to 70. The government did set a target of 45, so it's below that. But as I say, it's nowhere near net zero, so we have quite a lot of work to do to get to that figure as yet. I did do a search yesterday on the NHS website to find out what they had on net zero hospitals, and it popped up with 21 results, but funnily, none of them were actually net zero hospitals. And the first one, just to give you a flavour, said that hospitals are getting ramped up for delivery of protective kit to fight coronavirus. And that was news in March. Is that net zero, which was what my search looked for? Well, no, it isn't. But it's kind of indicative of the fact that we have had a major distraction, which has pulled us away from net zero. If you go to this website, it's England NHS UK, what's already happening. It does give you a flavour of what work is going on. And it says that many people across the whole of the NHS, of course, are working very hard to achieve environmental benefits and improve health. And it cites three case studies
putting anaesthetic generated emissions to bed. That's in a hospital in Bristol. Boosting healthy and sustainable travel. That's in Manchester. And that's not just hospitals, actually, but the whole of Manchester is really working out bike routes and so forth to improve health and sustainability. And thirdly, there's a case study called Zooming into a Greener Future. And this is looking at zero emissions courier service, and that's in Newcastle. But unfortunately, none of those are actually net zero hospitals. So we're still working out way how to do that. There is a hospital infrastructure program being developed, and we don't actually have any standards as yet for net zero. So they're developing those, and they've committed to these actions. One is to launch a net zero carbon client brief, which will help design teams and hospital clients leading those teams to consider net zero carbon at design stage. That's currently going through an internal approval process, so I don't have a copy of that, but that should be available fairly soon. And they're also working with the UK Green Building Council on a new net zero carbon hospital standard. And the high level principles are due to be published shortly, with a standard possibly due for review by March next year. So there is action happening, although not easily available to us at this point in time. If we look ahead a little bit, the planning includes the net zero carbon capital planning tool for the retained estates. So these are people who are operating hospitals now. They can start to look at how to budget and how much money they might need to work towards investments which will give them net zero carbon at some point in the future. So there's a lot of planning happening. This is currently its pilot stage, and they would publish by the end of this year. So that's a planning tool, financially driven, of course, which would help the estates people. And in the NHS, Simon Stevens, who is head of the NHS England and the NHS Improvements, has commissioned a net zero carbon expert panel to review the current state of play and come up with a report which shows when the NHS will be net zero carbon. That's been beating, as I said earlier, for most of this year, and they should publish this autumn, which I guess is any day soon. So in conclusion on where we are now, I thought I'd just quote Will Clark, who's Executive Director of Healthcare Without Harm. Health sector is on the front line. It's dealing with the effects of climate change. It's, of course, dealing with a lot of people who are sick with things like asthma and air pollution and other things which climate change is imposing upon us. So on the front line, it's something we have to deal with. And as I say, hospitals are actually contributing to the problem. They're producing a lot of the greenhouse gases and the pollution, the waste that is causing the healthcare problems. So we need to do something about that. And in many ways, they're undermining the health of the communities they serve. So that's a situation that's not good. Globally, healthcare is producing about 4.5% of the greenhouse gas emissions across the world. And that's a big amount for a sector that's actually reasonably small in area terms and numbers of buildings. But as I said at the beginning, hospitals use them fairly intensely. In the UK, it's actually higher. It's about 5.5%. So we are not good performers compared to the rest of the world. And my final comment is that I do believe that COVID has distracted us this year from these targets and actually caused increased energy use, not just in healthcare buildings, but across the building sector generally. So it's an added problem for us to deal with. So I'd like to conclude there and hand back to Jaap, who will now, I believe, take questions. Thank you, Frank, for your excellent presentation. Yes, we will move to the Q&A. I've seen that most questions are in Q&A, but there are some also in the chat, so we have to to look around. But first, I want to ask Wim to
answer live several questions that are written in Dutch on his presentation. Wim, could you start with the first question? I have a look here at the Q&A. I see a question. What an experience for alternative processes for steam, and is humidification adiabatically, can we use this? Ik denk, I will answer. Yes, we made an overview of all kinds of steam processes, and one of the solution also is to use adiabatic humidification. It's in the guide, and I can also mention that we did some research at the Eindhoven University of Technology regarding this. So, and there's also a report that can offer you more information on that. Yes, thank you. The next question was from Christian Paus. Is it not clear how we have, how we can meet the bang requirements and how the law will react on what the market is going to do? So it's more a policy question, I think. Ik doe het even in het Nederlands voor het gemak. Er was natuurlijk de oorspronkelijke vraag ook vanuit RVO en van de overleggroep Energie, dat juist voor ziekenhuizen en hoger onderwijs er toch een aparte groep gebouwen was, die veel verdiepingen hebben, die hoge interne warmtelast hebben. Hoe moeten die nou aan die eisen gaan voldoen? En ja, dat is nu ook heel interessant om met de laatste methode en de laatste rekenversie die nu beschikbaar zijn, te kijken van of dat nu heel goed haalbaar is. Uit de eerdere studies bleek dat er nog steeds een hele grote uitdaging zat op sommige punten. En hoe daarmee omgegaan wordt. De feiten is nu, zijn deze eisen vastgesteld. En hier moeten we aan gaan voldoen. Maar deze studie kan natuurlijk wel aantonen van waar nog de schoen wringt en waar eventueel op termijn toch aandacht voor is. Zeg maar, de eerste studie die ik heb uitgevoerd, die heeft geleid tot een brief aan minister Ollengren, ingediend door de VSNU, de Vereniging van Universiteiten, waar ze in feite een aantal vragen stellen en zorgpunten uiten ten aanzien van de bang-eisen. Dus wellicht geeft deze studie daar aanleiding toe of niet, en zijn deze zorgpunten nu weggenomen. Maar dat is wel iets wat we willen vaststellen met deze studie. Thank you, Wim. Jan Grift asked, is adiabatic humidification accepted everywhere? Het antwoord daarop is ja. Dat wordt nu ook al in verschillende ziekenhuizen toegepast en ook in het buitenland. En je voldoet ermee gewoon aan alle eisen die daarvoor gelden. En a question on the from Joost Verhees on, well, all the changes for the coming years, you refer to that, but what sort of trends you are thinking of? Nou, als je kijkt naar hoe, laat ik het zo zeggen, er zijn al een aantal vergezichten gemaakt. Er zijn ook studies gedaan. Ik weet dat vanuit Royal Haskoning DRV een Delphi-onderzoek is gedaan, waar mensen geïnterviewd zijn van hoe zien jullie de zorg in de toekomst? Hoe ziet die eruit en welke faciliteiten zijn daar nodig? En dan zie je dus een bepaalde trend dat steeds meer naar grote specialistische centra gaan. En dat zeg maar de verzorging onderdelen, de patiëntenafdelingen, aparte gebouwen worden. Dus er is een bepaalde verschuiving. En er zijn studies voor die ik ook graag deel, zoals dat Delphi-onderzoek. Daar wordt ook dan in deze guide naar verwezen. Dus het is niet zozeer dat we zeggen, wij weten hoe de toekomst eruit ziet, maar ben je er bewust van dat de toekomst gaat veranderen? En hou er rekening mee. Anticipeer en ben flexibel in de mate dat nodig schijnt te zijn. Thank you. Well, about the guidebook. When is the guidebook there?
Nou, de guidebook is inhoudelijk afgerond. Dat was eind februari. Toen kregen we natuurlijk met corona te maken. En dat heeft ook met het verdere verwerken tot een publicatie. Waarbij allerlei, ook administratieve zaken met het gebruik van figuren en dergelijke. Dus echt gewoon tot het boekje komen. Vertraging heeft opgelopen. De planning is nu om dat zo snel mogelijk te doen. Maar zo snel mogelijk zal nog steeds een aantal maanden zijn. We zullen het wel natuurlijk veel rugbaarheid aan geven als het boekje er is. And then the question of the presentation, of course, this will be available after this session. And he asked also if your Dutch slides are available in English as well. So that's up to you. Of course, the presentation, we will share it. Well, I have to look how I can improve that. For dissemination. Yeah, and then about well, it was more fresh air. I think that is was that a question for Frank? Yes, that was a good question actually, because I think in the UK and presumably in Holland, we tend to think our air is fresh. We're pretty close to the coast. Most of England was within 50 miles of the coast. And we're kind of green and pleasant land, but certainly been a member of ASHRAE has taught me that it's not always the case. Some places inland have fairly polluted air. And of course, California at this point in time has got some pretty big fires raging. So quite often the outside air is not always clean, and we really have to make sure that the air coming in is really fresh air, and that may need extensive treatment. And it does depend where you are. Air quality is something which is monitored across Europe, as you know, it's a EU requirement. So we can see how good it is. And surprisingly, some places, central Manchester, for example, has had some pretty poor results. So we do assume fresh air is outside air, but as I say, be very careful. It's not always as fresh as we think. And then it has to be treated, taking out any pollutants. Smoke, for example, if there's a place nearby making something with smoke in it, and protect our people with that. So it's a good question. There's a lot of information around on what air quality is. ASHRAE publishes a lot, and I'm sure you can find the answers. But yes, Frank, perhaps also a clarification, because we talk about ventilation and then they say we need more ventilation, but do you agree that the definition of ventilation is the supply of fresh, unused, clean air? And of course clean means if it is dirty outside you have to clean it. Yes, exactly. Yes, ventilation is really that standard which is defined in CIBSE and elsewhere, as you say, fresh, clean air for people to breathe, the right amount of oxygen content, and taking out any pollutants or any bacteria, pathogens that might harm people. Having said that, you know, the human body can stand up to a certain amount of pathogens, so it depends on the application. But certainly in hospitals, we'd be looking for cleaner area. So the definition of clean, I suppose, depends on the application. So yes, you're absolutely right there, Jaap. We need to understand where we're using the air, where we're getting it from. So I'd just like to mention one thing there. The HTMO3 is being rewritten at the moment, and it's still favouring full outside air for hospitals, using the word outside and fresh in the same contents there, because they believe that is a better quality air. Certainly in the US, they believe the opposite. If you've got air inside a building and you've filtered it and it's cleaned, then it's better off to recirculate more air. So certainly if you look in ASHRAE, around 70 to 80% of hospital air is recirculated, and the amount of fresh air coming in is maybe only 20%, and that then has to be filtered and cleaned and blended in with the recirculated air. So it's an engineering question. It's up to the designer to decide the best way of doing it. But the full fresh air standard we use puts a massive load onto our energy systems. Ventilation is probably half of our energy load.
HVAC, I should say, is half of our energy load in a hospital. And we must apply quite a lot of filtration to that as well, because outside air is certainly bringing in a lot of particulate matter and a lot of pathogens as well. Yes, and is there a role of, in especially in existing buildings, of UVC technology to reduce the COVID risk, especially when you recirculate? What I understood is that HEPA filters are for the general spaces of a hospital, not always the option because of obvious reasons. But is then UVC a solution in your? Yes, it is. Yes, in terms of COVID, and I formed a COVID task group actually in the UK with the Institute of Mechanical Engineers, who are covering all aspects of mechanical engineering, not just buildings. But there's a number of applications where we can recirculate the air in the room. So with COVID, we have to understand the risk is not the incoming air. The risk is an incoming person who walks into the room with COVID aerosols coming out of his mouth or her mouth. And then other people in the room are going to be at risk from that. So in order to deal with the problem at source, we should be putting units in that recirculate the air and clean it. So UVC is a good solution because it, as I said, it does kill the COVID by breaking its DNA. But we could use HEPA filtration in the room, recirc through a HEPA filtered unit, and that would be quite effective, but it would bring with it a biohazard. So anybody coming to change that filter or clean it would be taking out a filter that could potentially have a lot of pathogens, not just COVID on it, but other things. So you've got to go through the whole biohazard process of removing it, make sure the room is empty of any occupants, and it has to be disposed of safely. There's other aspects which I didn't mention with COVID is Stephanie Taylor's plea and a slide which Wim showed on the best range of relative humidity between 40 and 60%. We don't control hospitals in the UK that well, certainly not within that range. That would be a major energy requirement. But we need to have a look at that in the light of COVID. So COVID would not thrive very well if we were to control the humidity between 40 and 60. It would die off much quicker. But if we have a drier atmosphere, which we are going to have in the winter, then it will thrive and give us more of a problem. So there's a whole range of things there, which will all require more energy, by the way. You know, UV requires some electricity. HEPA filters require a powerful fan to get the air through the filter. And relative humidity, of course, requires steam generation. So all of these things are imposing greater energy on us, but we do have a pandemic and we have to deal with it. Mm-hmm. Thank you. I'd like to add something about your question about UVC, using of UVC. I'm also a member of the expert panel Corona Healthcare in the Netherlands, the cooperation of TNO, TU Eindhoven, Royal Hospitaling, DHV, and VCCN. And in about 30 minutes, we will have a webinar with an update of our frequently asked questions and guidelines. And also one of the points we will address there is ionization and the use of UV for killing the virus off, and how is it useful to do this. And as a matter of fact, we think that you really have to look at is it really necessary to do it? Because often ventilation already is efficient enough. And I think that's a difference between UK and US, where the ventilation is not enough. Yes, so your statement is, Wim, UVC, you have to perhaps to apply it where you know there are problems yes. with your ventilation yes. and not as a solution in general. Yeah, exactly. Okay. And that's clear. Well, we are at the closing time at 12 o'clock. So I should
close this session, but not before thanking our excellent speakers. Normally we give them applause, but we have to restrict ourselves. Mm-hmm. But I want to thank you, Wim and Frank, for all your hard work on of course, the guide that will be published very soon, but also for contributing to this excellent seminar.